De staat treft nu voorbereidingen voor de tweede aanbesteding van het landelijk woningbouwprogramma. Dit vertelde minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken eerder deze week aan journalisten. De bewindsman zegt dat het gaat om ongeveer 150 woningen die zullen worden opgezet met de tweede aanbesteding. Die zullen op Rieberg komen. Die worden ook gefinancierd door de Islamic Development Bank. Derde ontwikkeling, dat is eigenlijk meer van de minister van Sociale Zaken. Maar ik kan je wel update geven dat we de goedkeuringstekening hebben ontvangen voor de bouwwerkzaamheden, nieuwbouw van het project Kula. Je weet, Kula is verwaarloosd terrein geweest en daar zullen moderne, nieuwe huisvestingswoningen komen voor de mensen primair van Kula. Het is een heel modern verkavelingsplan. Maar is primair bedoeld voor de mensen van Kula en omgeving. En dan zijn we nu bezig de voorbereidingen te treffen voor het start zijn van de bouw van 300 woningen door China. Op dit moment zijn de nutsbedrijven bezig de voorzieningen aan te leggen. Dat is ook op Rieberg, waar de eerste 300 woningen door de regering gebouwd zullen worden. Alle aanvragen die gedaan zijn binnen het landelijk woningbouwproject zijn reeds goedgekeurd. Noor Mohammed verduidelijkt dat mensen die aanvragen hebben gedaan voor renovatie van huizen geld zullen krijgen. Er zijn ook mensen die subsidies hebben aangevraagd die ook goedgekeurd zijn. En anyway, de database is al vol. Men bereikt een tweede fase voor, dus dat loopt heel goed. En het laatste is dat de mensen die een grond hebben en 7% lening hebben, die beginnen zelf te bouwen. Dat ziet er goed uit, alleen duurt het een beetje lang. Vooral bij de banken heb ik begrepen, duurt het lang. Dus die initiatieven voor mensen die met 7% lenen, die is voor hunzelf, maar dat ziet er goed uit. Ik denk binnenkort zal het in vogelvlucht gaan. Noor Mohammed zegt dat er ook werkgelegenheid gecreëerd zal worden met de projecten die nu lopen. Recentelijk is er een aanbesteding gehouden voor het Affordable Housing Project, AHP, waarbij 150 huizen zullen worden opgezet te Voorburg in Kommerwijnen.